Boodschappen doen neemt vaak veel tijd in beslag voor bedrijven. Men denkt dat wanneer zij het zelf doen, dat het goedkoper is dan wanneer je online bestelt. De tijd die besteed wordt aan boodschappen doen en de tijd die nodig is voor de administratie om alle bonnen te verwerken, weegt niet op tegen de orderkosten en prijzen van een online supermarkt. We praten met Johan Dekker en Marco Verduin van TeleSuper over de duurzame voordelen van online boodschappen doen. Bij een online supermarkt wordt een volledig retailassortiment geleverd. Speciaal geschikt voor kinderdagverblijven, woonvoorzieningen en bedrijven waar catering in eigen hand is. Dit assortiment wordt over het algemeen veel voordeliger aangeboden dan dat het bij traditionele groothandels gedaan wordt. Bij online boodschappen doen kun je op een professionele manier kan je bestellingen plaatsen. Gebruik maken van een budgettool en van favorietenlijsten. Doordat je zeg maar, die bestelling efficiënt kunt maken, kun je tijd overhouden die je kunt besteden aan je daadwerkelijke werkzaamheden die je te doen hebt. En door zeg maar, jouw wensen te combineren met de mogelijkheden van de webwinkel, kun je de integrale kosten verlagen. Klanten registreren zich op de site en nadat ze zich geregistreerd hebben, wordt er contact met de klanten opgenomen om te kijken wat de wensen van de klanten zijn. En dan moet je denken aan aflevertijden, gewenst assortiment enzovoort. En pas als we dat allemaal helder hebben en we hebben de goede afspraken met de klant gemaakt, pas dan zeg maar, gaat een klant ook echt mee in de logistiek en kan die geleverd gaan worden. Op die manier krijgt de klant ook exact wat hij graag wil hebben. Normaal gesproken gaan de bedrijven naar de supermarkt of naar de groothandel om hun boodschappen en inkopen te doen. In dit geval wordt er in één keer naar de klant toegereden. Dat scheelt heel veel ritjes, omdat in plaats van al die verschillende bedrijven apart naar de groothandel rijden, wordt er nu in één keer al die klanten en bedrijven bediend. Een goed voorbeeld hiervan is de CrossDock. Normaal gesproken komen alle leveranciers apart leveren. In dit geval leveren al deze leveranciers aan dit distributiecentrum. Hiervanuit worden die klanten gezamenlijk verzameld en tot één order gemaakt. En die orders worden vervolgens in één drop bij de klant of het bedrijf gebracht. Ze kunnen putten uit een veel groter assortiment, omdat elke leverancier apart die goederen kon brengen en daarna wordt het doorgeleverd naar de eindgebruiker. Dat betekent dus dat je een gigantisch assortiment kunt aanbieden aan de eindgebruiker, terwijl de kosten daarvoor minimaal zijn. Soms kan het zo zijn dat een bepaald product tijdelijk niet leverbaar is. Dan wordt er gebruik gemaakt van een ander inkoopkanaal. Het is namelijk zeer belangrijk dat het proces bij de gebruiker door kan gaan. Als bijvoorbeeld brood niet leverbaar is of kipfilet niet leverbaar is. En met het andere inkoopkanaal wordt er gegarandeerd dat het proces bij de gebruiker door kan gaan. Online boodschappen doen is de manier om op een professionele manier je bestelling te kunnen plaatsen. En doordat de medewerkers niet zeg maar, zelf op pad hoeven om bij de supermarkt de spullen te halen, dat maakt zeg maar, het online boodschappen doen de ideale manier om je spullen in huis te halen als bedrijf, zoals kinderdagverblijven, woonvoorzieningen en kantoren.